pieps. Jullie weten het toch onderhand wel weer? Als ik op het scherm te zien ben, dan beginnen we met Wat Nou TV. Deze week weer een vette aflevering. Niels die ging namelijk op bezoek bij de grondlegger van de Nederlandse hiphop. Maar hij kan veel meer als rappen. Expo van Def P. Ja, en Jules en Pontiac. In totaal hebben er 4 mensen aan geschilderd. Even voor de duidelijkheid, deze man die spuit al op muren toen ik ongeveer verwekt werd. Toen ik mijn eerste stapjes en woordjes zette, toen was hij bezig met rap al. Def, heb je te vertellen over deze 4 elementen die hier hangen? Ja, veel. Ik weet natuurlijk zelf een hoop dingen van die er bedoeld zijn en de details. Maar om bij het begin te beginnen is het allemaal een beetje een uit de hand gelopen grap eigenlijk. Hier is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Het element aarde, het drieluik. In eerste instantie zouden we alleen dat middelste stuk maken met z'n drieën. En ik had dan voor zo'n langwerpig formaat gekozen, omdat we dan met z'n drieën naast elkaar konden zitten en schilderen. En dat zou dan Planet Mokum worden, want we hadden gekozen om voor de verandering in plaats van 1, 2 horizons te maken in een doek. Mm-hmm. Zodat je eigenlijk als het ware op een bol kijkt. Ja. En deze hangt dus op zijn kop. Maar het centraal station is eigenlijk de letter M. Je ziet ook een logo van een slak als het logo van een NS. Mm-hmm. Ja. Ook een leuk detail. Maar de dam van boven gezien, dat is de letter O. Uh-huh. Zo'n grote Kentucky K. De grachtengordel is dan ook een letter U van boven gezien. En de M van McDonald's, wat dan McGlobals is eigenlijk, van tegen het hele globalisme. Maar alles bij elkaar staat er van boven naar beneden een Planet Mokum. In feite komt God dan van boven uit de lucht om de aarde vol te blazen met zijn levensenergie. En aan de andere kant staat als tegenstelling de duivel klaar met een prik, een speld, om alles weer in één klap lek te prikken. En die prik staat dan eigenlijk ook weer een beetje symbolisch voor een brandend booreiland die de hel creëert als het ware. Zo staat alles tegenover elkaar, de viezigheid tegenover het ongerepte paradijs, de grote atoombom paddenstoelwolk tegenover de vulkaan die juist energie en leven uitblaast, weet je, in de vorm van vruchtbare grond. Adam en Eva die het paradijs aanschouwen tegenover 2 mensen die nog net worden gered om de cyclus te volbrengen. De paradijsvogel tegenover het vliegtuig wat weer op 2 wolkenkrabbers afvliegt, wat ook verderop weer uitgebreid naar voren komt in een 911 schilderij. Je ziet hier natuurlijk ook veel platen hoes hangen, die ontwerpt hij allemaal zelf. Deze, waar zijn die ook weer van? Deze is van Labyrintho, van Decara, van hun laatste album eigenlijk. Dus daar zat de bandnaam erboven en meer in een vierkant gecomprimeerd. En deze is van CryptoKilostyle, het origineel, die ik later in de computer ook weer heb gescand en bewerkt en zo. Dit is een beetje een sprookjesachtig schilderij op de Efteling geïnspireerd. Droomvlucht? Ja, de droomvlucht inderdaad. Het is een beetje de ruimte, hoe die eruit zou zien als de zwaartekracht in de ruimte zou zijn. En je kan er alleen maar bovenop de planeet bouwen, al het sneeuw en stof en ijs zou neerdwarrelen en je zou gewoon ijspegels onder de planeet krijgen, wat op zich een heel grappig effect weer is. Dit is hoe de hoes van CryptoKilostyle uiteindelijk is geworden. Daar heb ik op een gegeven moment ook weer een andere schilderij die ik gemaakt had eraan toegevoegd om daar een lange planeettoestand van te maken. En daar heb ik eigenlijk een soort broertje voor hem gemaakt. Ja. Maar dan is dan meer in die onderhonderstijl. Ik heb 8 jaar lang het vak natuurtekenen gehad en dat is tekenen naar natuurlijke waarneming en op het laatst heb je dan zo'n stapel tekeningen van voorwerpen. En daar heb ik een soort vuilnisbelt van gemaakt. Ja, dit is een van mijn favorieten. Je ziet hier het beroemde zakenvarken eigenlijk, wat je ook al met de berenboot en zo had, weet je wel. De varken als symbool van de gierigaard en de vrek. Maar het varken is natuurlijk ook het ultieme symbool van de slachtofferrol. En vandaar ook de een eet de ander op, hij prikt zijn vork in India en als je kijkt wat er omheen staat, de hoge hoede. Dus het zakensymbool, daar staat in rond de produce en in de blikjes staat de consume. En dat loopt eigenlijk door elkaar heen en houdt elkaar ook tegelijkertijd als een soort yin en yang in evenwicht. En dan alles van de consumptie
maatschappij, wat staat voor genot en consumeren, staat er een beetje symbolisch omheen. Ja, en dan hier het 911 verhaal. Het wordt steeds meer bekend eigenlijk dat die hele aanslag, dat Amerika daar gewoon zelf achter zat. Omdat ze gewoon daar toch wel erg veel voordeel bij hebben. Dus ik denk dat vroeg of laat de hele Bush en zijn beleid ook door de mand gaan vallen. Maar dit schilderij haakt er eigenlijk al een beetje op in. Dat vliegtuig heeft een hele gekke bocht gemaakt voordat hij bij die toren kwam. Dus dat hebben we in de vorm van een 9 gemaakt, zodat er met die twee torens een 911 vormt. Bush in plaats, weet je, hij is eigenlijk Statue of Liberty, maar in plaats van het Book of Liberty heb je het Boek van War al in zijn hand, want het hele plan ligt eigenlijk al klaar. Ja. Hij staat al klaar met zijn bommen en raketten en ja, hier staat het plateau met de Amerikaanse vlag, die ook nog eens eventjes aanduidt waar het eigenlijk allemaal om draait. Duidelijk. Wall Street en money en macht en ja. En de torens zijn niet meer. Nee, precies. Dus ja, eigenlijk al die dingen die gebeurd zijn de laatste tijd hebben wel als inspiratie gediend. Volgende week meer. Dus, kijk er weer!